Eerste keer Bonnebroek strandbal, hoe was het? Ja, het was top. Het weer was niet heel mooi, dacht ik. Maar er waren wel echt veel mensen op afgekomen, dus ik ben echt blij dat zoveel mensen zijn gekomen. Ja. Ja. Hoe gaat het met Brennie Estek? De laatste jaren ga je een beetje omhoog, hè? Ja, dat is wel de bedoeling. Daar werken we natuurlijk naartoe. Ik ben nu sinds 2 jaar wel voor een diepere stijl, echt voor deep house en tech house gaan kiezen. Dus dat is hier in het oosten is dat een beetje moeilijk nog. Ja. Ik merk het nog even aan de mensen dat die mensen echt moeten wennen aan de nieuwe muziek, zeg maar. Maar ik ben blij dat het steeds beter wordt hier. Dus ik zag al wat mensen dansen. Dus ik ben echt blij. Ja. Maar is dat dan vasthouden aan je eigen idealen of af en toe toch een beetje commercieel werk, zodat het publiek het ook kent? Ik probeer wel binnen mijn eigen genre te blijven. En natuurlijk kan ik wat dieper of wat commerciëler gaan draaien. Dat hangt natuurlijk af van het feestje. Dus, laatst ook Boulevard Outdoor gedraaid. Ja. Nou, spektakel, hè? Ja, dat was ook leuk. Ja, tof feestje. Ja. En wat zijn de plannen voor de rest van het jaar en voor volgend jaar? Boer alleen optreden of ook produceren? Ja, het is wel de bedoeling om eigenlijk eind van het jaar, begin volgend jaar, mijn eerste plaat uit te gaan brengen. Okay. Dus daar werken we wel naartoe. Het is hard werken. Ja. Verder gewoon heel veel boekingen nog doen en gewoon leuk door blijven gaan. Ja. Nou ja, Nederland is het disjockeyland bij uitstek. Ja. Wat doe jij om op te vallen? Ja, ik probeer sowieso met onderscheiden met mijn stijl. Dus ik heb wel een hele brede sound, maar ik probeer altijd die groove erin te houden. En ja, en het kan dieper zijn, maar het is ook commercieel, zoals ik net heb gezegd. Ja. Dus ja, ik probeer het toch net iets anders te zijn dan de anderen eigenlijk hier. Volgend jaar weer hier? Ja, ik hoop het. Ja. Thanks, man. Bram Wijs, zijn we weer, hè? Daar zijn we weer in Bonnebroek. Mooie doopje. Geweldig festival weer en genieten. Het publiek ging lekker mee met jou, of niet? Ja, absoluut. Ging lekker mee. Zonnetje brak door en alleen maar genieten. Mensen die kwamen steeds een stukje naar voren en dat was wel heel belangrijk. En de sfeer zit er nu lekker in. 2015 tot op heden een succesvol jaar, hè? Ja, absoluut. Ik heb op vele festivals al mogen draaien in de buurt. Boulevard, Festival, Dance House Zwolle. En het is alleen maar genieten en ik doe iets wat ik mooi vind. En dat is heel veel waardering wat ik altijd krijg. En die waardering vind ik heel erg gaaf om te krijgen natuurlijk. En dat vind ik heel erg mooi. Je hebt je eigen privéjet nog niet besteld? Is ook nog niet nodig voorlopig. Ik hoop dat het ooit nog een keer gaat gebeuren. Maar ik blijf met 2 voeten op de grond staan en ik zie wel wat schipstrand. Wat is daarvoor nodig? Een keer geboekt worden bij een groot boekingskantoor? Dat is wel een goed voorbeeld, maar voornamelijk is het heel belangrijk dat je een eigen plaat gaat maken en waardoor je door kan breken. Ik ben er nu mee bezig en ik hoop dat ik de sound kan vinden die heel origineel is, want dat is heel belangrijk. Dat heel veel muziek op elkaar lijkt tegenwoordig en ik hoop dat het ook nog een keer gaat gebeuren. Je moet gewoon een sample pakken van een oude plaat. Kijk naar de Bingo Players, ja. Kijk naar Joe Stone. Precies, daar ben ik het helemaal mee eens. Heel veel mensen zeggen het ook eens tegen mij. En wellicht dat ik dat eens een keer ga doen. Maar nog geen ideeën? Nog niet. Ideeën liggen wel een beetje op tafel. Maar het is kwalitatief nog niet echt goed genoeg om echt te kunnen draaien. Dus daar moet nog heel veel aan gewerkt worden en daar moet ik nog beter in ontwikkelen. Wat moet je dan de commerciële kant een beetje op? Als je een hit wil hebben, dan moet je in de top 40, dan moeten de radio DJ's moeten het gaan draaien met Slam FM. Brammetje wijs de beste. Of niet? Echt zeker de beste. Sambal beste. Zeker. En waar waren we gebleven? Ja, de commerciële. Ja, maar Joe Stone, Maurice, die hebben de oude plaat gepakt van Montel Jordan. Hoe zit je aan zoiets te denken? Ja, het is. Ik denk als je zo'n plaat maakt dat je heel veel geluk moet hebben. Maar er zit hele commerciële wijze achter waar je mee eigenlijk de wereld het nummer gaat laten horen. En dat doen ze heel goed, de labels tegenwoordig. En dat is heel belangrijk, vind ik. En de plaat van Joe Stone, dat is gewoon een topplaat geworden. En ik draai hem ook heel vaak in warming-up setjes. En je ziet wel dat mensen er echt op reageren. Ja, omdat men het kent. Precies, en dat is weer commercieel gedachte. Top 40 op de radio wordt het gedraaid en daardoor is wel echt een mooie hit geworden. Agenda nog vol voor de rest van het jaar? Eerst nog even op vakantie en daarna moet ik draaien op Plons in Friese Veen.
nog een paar andere kleine festivalletjes in de buurt. En, nou ja, en dan is het weer tijd voor de winter en dan moeten de indoor feestjes weer gaan komen. Ja. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld, als ik kijk net over de grens, hebben we nu dit weekend Perucaville. Groot festijn, ik geloof dat er wel 50 DJ's staan. Ja. Wat is de manier om daartussen te komen? Wat is de manier? Ja, je onderscheiden natuurlijk. Dat is naar eigen platen maken, denk ik. Hoe je op social media alles laat zien. Je moet je als persoon neerzetten. Mensen moeten weten wie je bent. Dat is heel belangrijk. En uiteindelijk vind ik dat persoonlijk het belangrijkste. Ik vind het belangrijk hoe ik mezelf naar buiten laat zien voor alle mensen. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste punt. Ja, nou is vakantie, nou ben je fulltime mee bezig. En zometeen ook nog weer terug naar school? Of? Ja, wel weer naar school. Helaas. Moet nog. En doe ik ook nog steeds met plezier. En ik hoop dat ik er ooit echt mijn werk van kan maken. Maar echt fulltime mee bezig gaat. Maar we zullen kijken waar het schip strandt. Dankjewel, UVS. Dankjewel, jullie ook.